Het leven is goed in het Alberse land. Ten land mee zijn koei in de waai. We zijn hier in Meeuwen, een plaatsje in het land van Heus en Altena. De kleistreek, zeg maar, wat ook wel het Hollandse Brabant wordt genoemd. Ja, het is hier heerlijk wonen, trouwens. Gezellig. Alleen, we hebben geen winkels meer, hè. Die zijn in de loop der tijd allemaal verdwenen. We zijn trouwens voor de historische reeks bezig met het verzamelen van verhalen over verdwenen winkels. Dus wat dat betreft kom ik hier aardig aan me trekken. Het leven is goed in het Alberseland. Ik was bezig met onderzoek voor mijn doctoraalstudie op het streekarchief. En daar waren andere mensen bezig. En op een gegeven moment zeiden we, nou, er is nog niet zoveel verschenen, hè, over de geschiedenis van het land van Heus en Altena. Zullen we niet elk jaar een boekje uitgeven? En dit jaar verschijnt dus al het 23e deel. We hebben nu al twee delen die gewijd zijn aan de Tweede Wereldoorlog, omdat er zoveel materiaal is. Gewoon schoot, kijk maar, groene schriftjes. Dus die kinderen vroegen zich af, wat moeten wij met dat dagboekje doen? Nou, daar ben ik maanden mee bezig geweest. Dat is één artikel geworden in deel 19 van de historische reeks. Kijk maar, dat is toch prachtig dat je zoiets in handen krijgt. Dat is toch mooi, hè? Neels verjaardag. Weer stralend weer. Ja, gewoon de dagelijkse opmerking, maar ondertussen wel over beschietingen. En dat ze moeten de pastorie verlaten. En ze moeten wegvluchten. Anton Schilders werd geboren in 1929. In het laatste oorlogsjaar moesten zijn moeder en hij evacueren. En in december 1945 konden ze in een noodwoning gaan wonen. In het volgende verhaal vertelt Anton wat hij meemaakte. Wij waren mee van de eerste die de noodwoning kregen. De NSB'ers die werden toen opgepakt en die gingen naar Fort Altena. En daar vandaan moesten ze weer in de vrachtwagen. Smerigst, ja, wie die net volgeloven is dat vee was. Ik hoorde van Anton Schilders, dat was de bewoner van de noodwoning notabene, die met zijn moeder in die noodwoning is gaan wonen. Die vertelde mij ook verhalen in dialect. Die ging toen de oorlog voorbij was, één of twee dagen later, is hij op zijn fiets aan drongelen gegaan naar zijn huis. En toen zag je daar ineens allemaal Duitsers gewoon in een blote bovenlijf voetballen. Dat was na de bevrijding. Die wisten nog niet dat de oorlog voorbij was. Zulke verhalen teken je op. Het staat nou in dialectvorm in dit boekje. In het tweede boekje van de Alberse taal. Ik heb op een boerderij gewoond in Babyloniebroek, omdat ik graag in de tuin werkte. En ineens schoot mij te binnen, het licht, Gods witte licht, breekt zich in kleuren. Kleuren zijn daden van het licht dat breekt. Het leven breekt zich in een bond gebeuren. En mijn ziel breekt zich als ze woorden spreekt. Ja, dan denk ik, wat een prachtig gedicht is dat. Ik heb altijd wel die hang naar gedichten gehad. Af en toe schrijf ik ze niet zoveel, maar zelf wel een gedichtje. En het is gewoon ook een mooie kunst om een historische gebeurtenis beknopt samen te vatten in een gedicht. De noodwoning. Hij staat in stille soberheid, herinnert aan een donkere tijd, aan doodsgevaar en aan granaten, aan dorpen die worden verlaten. Hij staat er al een hele tijd, herinnert aan een felle strijd, aan mensen vluchtend op de wegen, op zoek naar onderdak, naar vrede. Mijn grootste drijfveer is het bewaren voor het nageslacht toch wel, hè? Dat het niet verloren gaat. Ik denk dat verhalen altijd blijven bestaan. Dat is me goed ook. Je kunt kinderen treffen met verhalen. Maar ik merk ook dat volwassen mensen dat leuk vinden. Het was vorige week voorleesdag hier. Wat las ik in de krant? Dat de kinderen van de school in Nieuwendijk gingen verhalen voorlezen aan de ouderen. En waar hebben ze uit voorgelezen? Uit deel 21 van de historische reeks. Dat vond ik toch wel leuk te lezen vorige week in de krant. Ik zeg, kijk, het werkt. In eerste instantie hoop ik dat mensen ervan genieten van de verhalen. Het is een vorm van, je leert de wereld kennen, je leert mensen kennen en je leert ook een beetje jezelf kennen, hoop ik, hè? Toch ook wel.
Dus een reis door die verhalen is ook een reis naar jezelf. Ja, ik voel me er wel bij thuis. Hè? Ik vind het prettig om thuis rustig te lezen en te studeren en te schrijven. Dat vind ik mooi. Dan heb je toch wel je contacten. En dan krijg je reacties via de telefoon, via de mail. En sommigen leveren zelf hun verhaal in. Anderen zeggen, kom naar me toe. Dus je hebt steeds contacten met mensen. En dat is ook mooi. Het is gewoon mooi werk. Dus ja, ik zeg altijd, geschiedenis is een reis naar het verleden. Het is een spannende reis. Je kunt naar Frankrijk gaan, dat is ook fantastisch natuurlijk. Of naar andere landen. Maar ik vind echt, mijn nieuwsgierigheid wordt ten volle bevredigd als ik bezig ben met geschiedenis. Toen ik promoveerde, zei Harry van den Erebeem, de professor bij wie ik dus mijn proefschrift had geschreven, die zei, Kees, je moet niet denken dat dit een eindpunt is. Nee, dit is een begin, zei hij tegen mij. Met andere woorden, het houdt ook in dat je verder moet gaan. Ja, dat ben ik nooit vergeten.